zand over met een ware kunstenaar. Kunt u zich even voorstellen? En Tim is mee. Nog wat van. Zinnel Sandro. Ja, Tiemer Smit komt dus uit Zwolle en woont op Zandhoven. En wij staan hier bij echt prachtige schilderijen. Kunt u vertellen door wie die gemaakt zijn? Ze zijn door mij gemaakt. Ja. We hebben net een rondje gedaan over de gang. En er is hier een expositie op Zandhoven met schilderijen van Tiemer en van twee andere bewoners. Nou, jullie kunnen vast wel zien wat het favoriete onderwerp is van Tiemer. Vogels. Ja, we hebben heel veel vogels gezien. En ik had dit nog niet eerder gezien, maar op wat voor materiaal zijn de schilderijen hierachter gemaakt? Doek. Ja, op doek. Op een oliebasis. Ja, en u heeft ook verteld dat u schilderijen op hout hebt gemaakt. Allemaal heel erg mooi. Gebrand. Ja, op hout gebrand. Heel bijzonder om hier te komen bewonderen. En nu heeft u mij verteld dat u binnenkort op vakantie gaat. Ja. Met uw vrouw naar de, met de zonnebloem. En dat u dan de opbrengst van deze schilderijen, dat u daar misschien wel iets leuks mee gaat doen op vakantie. Wat gaat u daarmee doen? Oh, nee, nee. Lekker uit eten van de opbrengst. Bier drinken. Nee. Komen hier ook wat goede suggesties voor mij? Ja, even langs. Jazeker. Of een borreltje, het kan ook. Een borreltje. Mag allemaal. Mag allemaal, want het is uw geld, hè? Ja. Dan gaan we tot slot nog even vertellen. Weet u hoe lang de schilderijen hier nog te zien zijn? Nou, 2 weken, denk ik. Nog 2 weken. Dus de hele maandag. Of de hele maandag. Nou, in ieder geval voor iedereen die ze wil komen bekijken, moet snel naar Zandhoven komen. Want daar zijn ze nog te bewonderen over de hele gang. Nou, leuk. Dank u wel voor uw verhaal. Mooi, doei. Doeg.